welkom bij de finale van de Jordens B-categorie hier in de Herkstraal in Tivoli Vredenburg. Fijn dat u er allemaal bent. Ik ben Aart-Jan van der Pol, ik ben directeur van het Nederlands Veldparcours. En ik ga zo meteen de eerste kandidaat aankondigen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Ik moet eerst nog iets anders zeggen. Namelijk dat we een heel druk programma hebben, want zo meteen om 1 uur, als de finale is hier is afgerond, dan gaat het vioolorkest optreden. En u bent allemaal van harte uitgenodigd, dat is in de Kaarheim foyer. En dat komt goed uit, want dan is de jury ook aan het beraden. En een half uurtje later, om 2:30, is in diezelfde Kaarheim foyer, je programmaboek staat iets anders, maar het is in de Kaarheim foyer, is de uitslag van zowel de Jordens A-categorie als de Jordens B-categorie. Nou, ik wil u graag voorstellen aan de jury, die zit daar, en dat is onder voorzitterschap van Koosje Wijsbeek. Zij is voorzitter en heeft vandaag ook geen stem. Dan hebben we Clara François, Cindy Albracht, Chris Duindam en Hugo Sloterdijk is de jury-secretaris. Nou, tot zover. Dit allemaal ga ik u nu voorstellen aan de eerste kandidaat. Ik heb een heel warm applaus. Dat is Diana Falcour Galati en Natasha Dalma zit achter de vleugel. Thank you.
ze de volgende kandidaat staat voor u klaar. Dat is Tess Verwij en Jan Hoorting. Geef ze een heel hartelijk applaus.
tenminste de laatste deelnemer van de finale van Jordan's Bay, die staat klaar. En dat is natuurlijk Luca van der Waals. En zij gaat zo meteen beginnen met het stuk van de Sarasate. En daarna speelt ze het stuk van Jozef Zoek. Andersom dan in het programma staat. Beste mensen, mag ik een heel hartelijk applaus voor Luca van der Waals en Natasja Dal. Thank you.
Thank you.